Als dit zo doorgaat, dan gaat het een keer fout. Dat kan niet missen. Je hebt twee kampen. En ik denk sinds de komst van EVT dat de collega ook met sprongen vooruit is gegaan. De onrust die zal er nog wel blijven. Er moet een continuïteit zijn in de veerdiensten naar de Waddeneilanden. Is dit juridisch houdbaar? Is het olie op de golven of olie op het vuur? Hier zijn geen winnaars meer. Het zijn alleen maar verliezers.